Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Welkom bij deze yogales waarin we de maangroet gaan doen. Donderdag 7 mei 2020 is het volle maan. En als het volle maan is, dan ervaar je misschien wel de krachten van die volle maan op hoe jij je voelt. Bij volle maan staat de maan het dichtst bij de aarde. Deze volle maan staat in het teken van vruchtbaarheid. Dus laat tijdens deze maangroet die we gaan doen, jouw levensenergie, jouw levenskracht naar buiten komen. Wat is je droom? Waar word jij echt heel blij van? Wat is je hartstocht? Wat is je passie? Bedenk dat straks voor een moment voor jezelf en voel het in je hart als je deze maangroet doet. Volle maan van 7 mei 2020 geeft jou misschien wel het doorzettingsvermogen wat je nodig hebt. Om een stappenplan te maken, om jouw droom uit te voeren, werkelijkheid te laten worden. Om jouw hart te volgen, je passie achterna te gaan. Breng je handen bij elkaar voor je hart. Buig je hoofd naar je hart. En sluit een moment je ogen. Duw je voeten wat bewuster in je matje. Je knieholtes zijn zacht. Je knieschijven til je op. Voel de activatie in je onderbuik, in je bekkengebied. Til je borstbenen een fractie meer op naar de rug van je duimen. Je schouders worden wat breder. Laat je schouderbladen wat langs die wervelkolom naar beneden schuiven. Je nek is lang. Kin zacht op een uitademing wat extra naar je borst. Aandacht voor je adem. En wat is jouw droom? Waar word jij blij van? Waar zit je hartstocht? Waar ligt je passie? Zou jij in je leven iets meer mee willen doen, überhaupt willen oppakken en willen uitbouwen? Zie het in gedachten voor je en voel het in je hart. Til je hoofd op naar neutraal, open je ogen, armen langs je lichaam. En stap naar de lange zijde, de linkerkant van je matje. Grote tenen bij elkaar, misschien ook de enkels. Armen links en rechts langs zij. En maak jezelf lang in deze Tadasana, Mountain Pose. Cirkel dan je armen omhoog. Kijk naar de rug van je duimen. Strengel je vingers in elkaar en breng je blik terug naar voren. Je oren zijn tussen je bovenarmen. Je drukt de lucht tussen je handpalmen vandaan. Je armen worden nog iets langer, misschien net iets meer naar achter. Adem diep in, maak je extra lang. En buig dan naar de rechterkant. Je duwt je heupen naar links. Blijf die armen lang maken. Blijf die armen langs je oren houden. Dan blijft je borst open naar de voorkant. Ruimte tussen je linker ribben. Ruimte in je linker taille voor je orgaan aan de linkerkant van je bovenlichaam. Adem diep in. Helemaal uit. En weer terug naar het midden. Lengte. Buig naar de linkerkant. Duw je heupen naar rechts. Armen blijven zo gestrekt mogelijk. En de bovenarmen zoveel mogelijk langs die oren. Voel de opening bij je rechterflank tussen je ribben. Voel de ruimte in je rechter taille. Adem diep in. En helemaal uit. Inademen terug omhoog, ontstrengel je handen. En stap je rechtervoet een meter naar rechts. Breng je armen op schouderhoogte.
five-pointed star pose, waarbij je de schouderbladen even laat zakken. Armen gestrekt, energie tot in je vingertoppen. En draai dan je hielen iets naar binnen. Open je handpalmen naar de lucht. Neem de armen mee omhoog. En buig dan door je knieën voor een squat. Breng de ellebogen weer terug op schouderhoogte. De onderarmen loodrecht boven de ellebogen. En de handpalmen open naar de voorkant. Energie tot in de puntjes van je vingers. Een uitdagende houding. Goddess pose. Breng in deze uitdagende, krachtige houding je aandacht naar de buitenkant van je voeten. Voel daarmee de activatie aan de binnenkant van je dijbenen. Zink misschien nog iets dieper in die heupen. Neem de elleboog iets mee naar achter. Voel de ruimte in je borst en bij je hart. En hier adem je. Nog twee. Nog één. En strek dan de benen, armen weer schouderhoogte. Linker hiel draai je nu naar de linker korte zijde. Rechter tenen laat je naar de rechter korte zijde wijzen. En reik dan met je bovenlichaam zoveel mogelijk naar rechts. We gaan op weg naar Trikonasana Triangle Pose. Dus eerst maak je die rechter onderste flank lang. En dan laat je die rechterarm vallen waar die valt. Scheenbeen, enkel, voet of vloer. En neem je die linkerarm mee omhoog. Triangle pose. Alsof je tussen twee glasplaten staat. Krachtig in de benen. Krachtig in de koor. Zo lang mogelijk in de wervelkolom. En zacht in het hart. Blikjes misschien langs je linkerarm omhoog. Misschien gewoon naar voren, misschien naar je rechtervoet. Aandacht naar je adem. Wat voel je in deze houding? En kun je dan je aandacht verplaatsen naar je hart? Kun je je hart wat zachter maken? Kun je ruimte creëren om je passie, je hartstocht te voelen? Je verlangen. Nog één ademhaling bij je hart. En dan terug omhoog. Triangle pose. Molenwiek nu die linkerarm over je hoofd. Til je linkerhiel op. En buig voorover naar je rechterbeen. Die mag een klein beetje buigen. Heupen parallel. We zijn in pyramid pose. Lift je bovenlichaam op. Kijk schuin voor je. Strek je wervelkolom weer uit. En buig dan je buik, je navel misschien een fractie dichter naar je voorste dijbeen. Knie mag je altijd wat buigen als jou dat helpt. Lift nog één keer je bovenlichaam op, verleng. En buig dan in die voorste knie, land je achterste knie op de mat. We zijn in kneeling lunge. Achterste wreef op de mat. Armen dan voorlangs mee omhoog, we gaan naar Anchayanasana. Duw je heupen naar voren, trek je voorste hiel als het ware naar achter. En buig iets achterover in je bovenrug. Breng je blik omhoog naar de lucht. Schouders verzachten. Open je hart. Creëer ruimte voor jouw verlangen. Creëer ruimte voor jouw droom. Nog een bewuste ademhaling naar je hart in en uit. En dan handen terug aan weerszijde van je voorste voet. Linker teen in de mat, lift die achterste knie en draai naar de lange zijde van de mat voor een side lunge. Rechterhand op je knie, bovenlichaam parallel met de vloer. En dan door het midden naar de linkerkant, linkerhand op je linkerknie.
door het midden weer naar rechts en je draait in één beweging weer naar low lunge. Achterste knie op de mat, wreef op de mat. En weer naar Anjanasana, adem diep in. Handen weer terug op de vloer. Krul je achterste teen, lift je achterste knie en zet je voet één voetstap dichterbij. Strek beide benen binnen jouw mogelijkheden. Je bent weer in pyramid pose. Lift je borst op, verleng je wervelkolom en draai je linkerhiel iets naar binnen. Rechterhand aan de binnenkant van je enkel, je scheenbeen. En open dan je borst, linkerarm omhoog voor Trikonasana. Lengte van je kruin naar je stuit. Adem diep in. En helemaal uit. Terug omhoog naar 5-pointed star pose. Hielen iets naar binnen, tenen wijzen naar buiten, armen schouderhoogte. Neem je armen mee omhoog. En kom naar Goddess Pose, Moon Pose. Ellebogen iets naar achter. Stuitje wijst naar de vloer. Buitenkant van de voeten krachtig in de mat duwen. Binnen dijbeen spieren geactiveerd. Adem. Terug omhoog, armen schouderhoogte. En sluit nu je linkervoet rechts aan, armen boven je hoofd. Blik omhoog, strengel je vingers in elkaar. Blik weer neutraal, oren tussen je bovenarmen. Adem diep in en buig naar de linkerkant. Blijf hier, ruimte tussen die rechterribben. Terug omhoog naar het midden. Side stretch naar die rechterkant. Ruimte tussen je linkerribben. Terug omhoog naar het midden. Ontstrengel de armen, stap je linkervoet een meter opzij, armen schouderhoogte. 5-pointed star pose. Hielen iets naar binnen. Adem in handen omhoog. En adem uit goddess pose. Buitenkant voeten. Binnen dijbeenspieren. Bekken gekanteld, borst open, elleboog iets naar achter. Energie tot in je vingertoppen. Adem door. Kracht voor jouw doorzettingsvermogen. Nog eentje. En dan strek je de benen, armen, schouderhoogte. Linkerhiel iets naar buiten. Rechterhiel, linkertenen korte zijde. Trikonasana, rijd naar die linkerkant. Lengte in die onderste flank. Hand landt op je scheenbeen, je enkel of je voet. Rechterarm gaat mee omhoog. Trikonasana, triangle pose. Aandacht weer naar je hart. Terug omhoog staande houding. Til je achterste hiel op. Cirkel je rechterarm voorlangs. En we zijn in pyramid pose. Lift je borst op. En buig iets voorover. Lift je borst nog een keer op. En buig iets voorover. Je linkerknie mag altijd licht buigen. Buig dan in je linkerknie, rechterknie landt op de mat, achterste wreef op de mat. Anjanasana, armen voorlangs omhoog. Heupen naar voren, linker hier als het ware naar je rechterheup toe, om achterover in je bovenrug te buigen. Blik omhoog, aandacht en adem naar je hart. Nog een diepe ademhaling in. Handen terug aan weerszijde van je voorste voet. Krul je achterste teen, lift die knie en draai naar een side lunge. Misschien nu wat lager, meer aan de binnenkant van je dijbeen, bovenlichaam parallel.
door het midden naar die rechterkant. Handen mag je altijd gebruiken om je te begeleiden. Weer terug naar die linkerkant. Draai weer naar low lunge. Achterste knieën breed op de mat. Omhoog naar Anjanasana. Adem diep in. Handen terug aan weerszijde, adem uit. Krul je teen, lift je knie. Achterste voet op de mat, pyramid pose. Lift je borst op, verleng. En buig nog een keer voorover. Lift op, rechterhiel iets naar de achterkant draaien. Linkerhand, binnenkant, enkel, scheenbeen of vloer. En neem je rechterarm mee omhoog voor triangle pose. Adem diep en volledig in en uit. Blik omhoog, recht naar voren of naar je voorste voet. Aandacht naar je hart. Adem naar je hart. Terug omhoog naar Five Pointed Star Pose. Hielen iets naar binnen. Cirkel je armen op. Moon pose, goddess pose, Indian squat. Buitenkant voeten. Binnen dijbeenspieren actief. Bekken gekanteld. Borst en hart open. Energie tot in de puntjes van je vingers. Strek dan weer de benen, armen schouderhoogte. Sluit je rechtervoet links aan, armen boven je hoofd. En breng je handen bij elkaar voor Anjali Mudra. Wortel je voeten, maak je lang in je lijf. En buig je hoofd naar je hart. Sluit je ogen voor een moment. Til je hoofd weer op naar neutraal. Draai een kwartslag naar de korte zijde van de mat links. Cirkel je armen omhoog voor Hastasana. En buig door je knieën voorover naar Uttanasana. Hier vandaan naar handen en knieën. En hier vandaan naar Child Pose. Borst voorhoofd naar de mat. Armen misschien mee naar achter. Schouderkoppen ontspannen. Rol dan omhoog naar een zittende houding. Schuif op je linker of je rechter billen. Zwaai je benen naar voren. Verplaats jezelf naar het midden van de mat. We gaan naar de laatste houding. Shavasana. Kom op je rug liggen, maak het comfortabel voor jezelf. Misschien een dekentje over je heen, om het niet koud te krijgen. Benen los van elkaar, armen los van je lichaam, handpalmen open naar het plafond. Sluit je ogen. Laat jezelf zwaar worden. Voel jouw levensenergie. Voel jouw levenskracht. Voor jouw droom. Voor waar jij echt blij van wordt. Voor jouw passie. En als je zo ligt. Visualiseer jouw droom, klein of groot. Visualiseer waar jij blij van wordt. Wat zou jij willen, wat het ook is, het maakt niet uit. En
En bij wat er in je opkomt, laat niet jouw ego een oordeel vellen dat het niet kan of niet mag. Sta toe wat er intuïtief als eerste bij je opkomt. Als je het hebt over hartstocht, passie en dromen, gelukkig worden. En wat het ook is, visualiseer het. Zie het voor je. Beleef het, voel het. Visualiseren, erkennen dat het er mag zijn, die droom, is jouw eerste stap van jouw stappenplan. Misschien geeft deze volle maan van 7 mei 2020 jou het doorzettingsvermogen om een stappenplan verder uit te werken. Op weg om jouw droom te realiseren en jouw hart te volgen. Go for it, visualiserend, uitschrijvend, realiserend. Dank je wel dat je hebt meegedaan met deze yogales. Bedank jezelf ook. Graag tot een volgende keer. Namaste.